Verschillende overheden praten al jaren met het bedrijfsleven over het verbreden van de sluis bij Kornwerderzand. Die verbreding zou er onder meer voor zorgen dat grotere schepen naar Urk en de overslaghaven Flevokust bij Lelystad kunnen varen. In november vorig jaar vertelde de Friese gedeputeerde Avine Fokkens dat met alle partijen overeenstemming was bereikt. Fokkent zich nu verrast te zijn dat sommige bedrijven de gemaakte afspraken niet nakomen? Nou ja, ik was, ik was behoorlijk ontstend, Dat mag je mag best weten. En ik vind het, het voelt bij mij gewoon niet goed als je naar de voorkant afspraken maakt met het bedrijfsleven. Dat er door een deel, want dat, het is echt een deel. Dus het is ontzettend sneu ook voor de bedrijven die daar wel goed in zitten. Dat, dat realiseer ik me ook heel goed. Maar het kan niet zo zijn dat je dan uh, ter helder uur wordt geconfronteerd met nou, een terugtrekkende beweging. Uh, Daar word ik ook heel principeel in en zei ik ook jongens, uh, nu ga je over een grens heen, dus op dit moment stop. Ruim 30 bedrijven rond het IJsselmeer, waaronder uit Urk, hadden afgesproken om 26,5 miljoen euro te betalen voor de werkzaamheden. Ook overheden doen een bijdrage. Zo betaalt de provincie Flevoland 2,5 miljoen euro mee en de gemeente Urk 500.000 euro. Dat Urken ondernemers nu hebben besloten om niet akkoord te gaan, zagen hun collega's in Friesland niet aankomen. We waren juist met z'n allen zover dat nu de handtekening gezet kon worden. Alle partijen waren gehoord. Iedereen had zijn bijdrage kunnen leveren aan de inhoud van het contract. Iedereen was akkoord. Dus dit was ook het moment om te gaan tekenen. Het gaat om uh, onder andere bedrijven uit Urk. Hoe, hoe waren die in de afgelopen jaren? Het is natuurlijk een lang ja. dossier. Uh, in deze onderhandelingen waren ze bijvoorbeeld extra kritisch? Nou, ze waren zeker kritisch. had ook te maken met het feit dat zij het belangrijk vonden dat er een nieuwe haven zou komen. Nou, die komt er nu. En Ze hebben gezegd: nou, als de haven er komt, doen wij ook mee aan de nieuwe sluis en de bekostiging daarvan. Dus het is heel onverwacht. dit. Een woordvoerder van de gemeente Urk laat weten niet verrast te zijn door het nieuws. Eerder liet de gemeente Urk niets los over eventuele moeilijkheden met de ondertekening door de Urker bedrijven. De Friese gedeputeerde Fokkens houdt nog de hoop dat het project doorgaat. Ik hoop uiteraard dat we alsnog het tekenmoment gaan krijgen. Maar dan wil ik aan hun voorkant echt heel zeker weten wie er allemaal gaan tekenen. En het was vandaag eigenlijk bedoeld als symbolisch. Het zouden een paar komen die dat zouden gaan doen. Uh, theoretisch zou je namelijk ook nog de situatie kunnen krijgen, want dat teken is namelijk vrijblijvend. Op het moment dat het getekend is, is het niet meer vrijblijvend, Dan is het een contract zijn er over en weer verplichtingen. Uh, uh, het kan dan ook niet zo zijn dat alleen de bedrijven die dan vandaag symbolen zouden hebben getekend in één keer voor, aan de lat staan voor het hele bedrag. Dus ook naar hen toe heb ik daar in zekere zin een beschermende rol in. Uh, dus ik wil echt aan de voorkant zeker weten dat alle bedrijven echt gaan tekenen en dat dan de handtekening van de provincie eronder komt. Wethouder Nathaniel Middelkoop van Urk zou vanmorgen ook bij de ondertekening aanwezig zijn. Hij kon vandaag niet reageren op het nieuws. De woordvoerder van de gemeente laat weten dat hij ziek is.